Het begeleiden van blinden tijdens het lopen is met de COVID-19-pandemie een uitdaging geworden. Dit laat Jorta Pinas, coördinator van activiteiten van de Nationale Stichting voor Slechtzienden en Blinden in Suriname, NSBS, weten in het COVID-journaal. Voor de pandemie werden blinden volgens haar begeleid door de handen of schouders aan te raken. Dus er was vaak genoeg contact tussen de begeleider en in dit geval de pupil van de stichting. Als we hun moeten begeleiden, dan heb je dus dat je de schouders vastpakt, zodat de persoon kan komen op de juiste plek waar hij moet zijn. Maar nu kunnen we niet meer gebruik maken daarvan. We gaan dus dan verbaal dat moeten doen, goede instructies geven. Loop naar rechts, loop naar links, ga rechtdoor. Of anders kun je ook gebruik maken van, laat maar zeggen, een stok dat op 1,5 meter afstand is. En dan heb je dus dat de persoon, u loopt vooraan met de stok en de persoon houdt dus dan de achterkant. Alleen dus dat wij die 1,5 meter afstand kunnen houden. Patricia Brewster, ICT-leerkracht NSBS, zegt dat het verzorgen van de lessen nu tijdens de pandemie ook een uitdaging is. Bepaalde handelingen zijn niet te veranderen tijdens het lesgeven. Daarom vindt ze het belangrijk dat er constant gedesinfecteerd wordt. Eigenlijk wanneer ik ICT lesgeef, als ik lesgeef aan de kinderen, sta ik dichtbij ze. Omdat ik zelf ook een visuele beperking heb. Dus ik zit eigenlijk dichtbij ze, ik sta dichtbij ze om ze te helpen. Ik hou weer handjes vast als ik ze soms moet helpen op het toetsenbord. Dus daar zit eigenlijk de uitdaging bij mij. Dus ik moet echt extra voorzichtig zijn. Alles ontsmetten, hun handjes en dat ze er ook op letten dat ze hun mond-neusbedekking op hebben. Patricia Brewster, ICT-leerkracht NSBS. De stichting probeert samen met haar pupillen de normale activiteiten voort te zetten met de achtneming van de COVID-19-maatregelen.